Ik sta hier naast Ayoub. Gefeliciteerd nog gisteren. Jullie hebben PSV weggevaagd. Ja, we hebben een mooie overwinning geboekt, denk ik. Na zo'n wedstrijd, hè, neem ik aan dat jullie gaan douchen. Hou je dan je onderbroek aan? Wil je dat weten? Ja. Ik weet het ook niet. Hou jij hem aan? Dat hou ik privé. Heel veel mensen denken dat voetballers een luizenleventje hebben. Is dat zo? Nee, dat denk ik niet. Nou. Vind jij van wel? Toch twee keer per dag trainen, je zakken vullen. Was het maar zo makkelijk. Wil je erover praten? Waarover praten? Dat het zo zwaar is. Yassine, je bent wel een beetje een opgewonden standje. Hè? Lekker felle speler ben je, kuitenbijtertje. Waar komt dat vandaan? Is dat je karakter? Dat is wel mijn karakter, denk ik. Ik denk dat dat ook vooral met mijn jeugd te maken heeft. Heeft het niks te maken met je achtergrond, Marokkaanse achtergrond? Is dat ook wat feller toch vaak? Ja, ik weet niet of dat te maken heeft met mijn achtergrond, maar... Als je op een gemiddeld jeugdteam kijkt en je kijkt naar de Marokkaanse jongetjes of kaaskoppenjongetjes, dan zijn de Marokkaanse jongetjes twee keer zo fel. Ja, ik let daar echt niet op, man. Ja, doe normaal, dat weet je toch wel. Nou, je ziet bij Bart Ramsalar dat hij genoeg power heeft. Ja, dat is een uitzondering. Nou, dat vind ik niet. Ik heb meerdere voorbeelden die gewoon de top kunnen halen. Yassine, ik heb even de seizoenstatistieken voor jou erbij gehaald. Je hebt 105 duels gewonnen, maar ook 105 verloren. Dus je kan het tegen elkaar wegstrepen, dus er is eigenlijk heel weinig rendement dan. Klopt. Maar waar je heel goed in bent, is 705 passes, waarvan 581 succesvol. Ja, dat is misschien de kwaliteit van een middenvelder die je moet hebben. Maar een goede paas geven in de snelheid van een speler, met de wind en alles rekening houden, dat is gewoon pure wiskunde. kan je wel zeggen, ja. Ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Jullie staan in de halve finale van de KNVB-beker. Je gaat nu tegen de amateurs. Dat is een makkie dus. Twee vingers in de neus. Ja. Gewoon je handen in je zak houden. Ja, heb je geen zak in je broek. Nee, dat hoop ik. Ik hoop dat we via hun de finale kunnen bereiken. Je hoeft niet eens meer te spelen. Denk je? Nee. Je ziet het. Den Bosch heeft ook gewoon verloren. Ja, dat is Den Bosch, hè? Voetbal is... Bal is rond. Zoals ze zeggen, toch? Ja. Die kan alle kanten opvallen. En, ja. Kan dat ook weet iedereen nou wel. Ja, hij kan ook verkeerd vallen en dan moet je je rekening Dat weet toch iedereen al? We hebben al 80.000 keer gehoord op tv dat de bal rond is en dat hij alle kanten op kan rollen. Ja, tegen een stelletje amateurs, man, kom op. Nee. Ik werk allemaal bij de HEMA, kom op. Nee. Die uitspraken ga ik nooit doen, dat zal ik ook nooit doen tegen wie ik ook speel. Je blijft respect houden? Ik moet respect houden. Ook al zijn het maar amateurs? Het zijn niet maar amateurs, ze hebben niet voor niets de halve finale gehaald. Dat is waar. Hey, tot slot, ik heb even op internet gekeken naar dingetjes over jou. Las ik ergens, ik weet niet of het waar is, dat jij ook vrouwen eigenlijk geen hand meer wil geven. Dat je een beetje radicaliseert of zo. De vrouwen die ik spreek, bijvoorbeeld bij Fox, ik kan heel goed met ze praten en ik kan heel goed netjes met ze... Maar geef ze ook een hand? Of dat met een hand is of met een kusje of met weet geef ik veel wel kusjes. Wat. Geef jij kusjes? Heel vaak, als het even kan wel. Jou ook dadelijk als het klaar is. Dat zijn jouw principes, weet je. Zou ik jou een kus mogen geven na dit interview? Heb je daar moeite mee? Ik heb daar wel moeite mee, ja. Dan doen we het niet. Nee, ja. Graag dat ik het ook weer niet. Ik heb ook een hele lieve vrouw en daar blijf ik bij, weet je. Oké, ja, maar ik pak je niet gelijk af. Trouwens, Marokkaanse mannen lopen elkaar heel vaak te kussen. Ik ben 5 keer in Marokko knuffelen, geweest. Knuffelen. Zullen we even knuffelen dan op het eind? Knuffelen, maar geen probleem. Geen probleem. Hey, doe je beste tegen PSV zondag. Hey, bedankt, hè. Dankjewel.